Nou, zij vermaken zich wel, dus ik lees een boek. Het gaat over opruimen en het is van de Japanse Marie Kondo. Nou, Marie is dus echt helemaal geobsedeerd te opruimen en dat komt supergoed uit, want dat ben ik natuurlijk niet. Ze kan best wel veel van haar leren. Ze is wel echt een beetje gek, maar het antwoord op de vraag waarom is mijn huis niet netjes, nou dat heeft ze. De methode van Marie komt erop neer dat je een half jaar lang alleen maar weggooit. Dus je moet dingen leren weg te doen en opruimen per categorie. Dus niet alles een beetje, maar per categorie hoppa, opruimen. En je begint met je kleding. Eigenlijk is met alles wat je weg moet doen de vraag, waar word ik blij van? Nou, om dit te weten, pak je elk kledingstuk stuk voor stuk vast en dan voel je het. En als het niet goed voelt, dan doe je het weg. Opvouwen is nog best wel ingewikkeld, volgens Marie's methode. Maar je mag het ook oprollen als sushi-rolletjes. En je sokken, ja, dat is echt hilarisch, want die mag je dus niet als bolletje oprollen, want in de la moet je sokken namelijk uitrusten. Dus je vouwt ze heel lief op. Nou, het ziet er wel leuk uit. Nou, en als ik eenmaal accepteer dat ik niet zoveel spullen nodig heb, dan gaat het eigenlijk steeds beter. En dit is het resultaat van mijn kast. Ik ben heel erg blij en ik ga door met de rest van het huis. Tot de volgende keer!